Jullie gaan wat heel leuks doen. Jullie gaan een eetbaar schilderij gaan jullie maken. Ja, ja. Het unieke daaraan is dat we maken een schilderij van de skyline van Ommen. Het leuke daaraan is dat ik de smaken gebruik van het Vechtdal. Dus voornamelijk producten die van mensen die in de Vechtdal een bedrijfje hebben, producten leveren aan mij in het restaurant. Ja, nou ja, je moet zo zien dat ik een soort kleuren-dj ben. En Assad is de kunstenaar. Ik maak de crèmes, de kleuren. En Assad gebruikt die als een soort verf en die smeert dat uit op het doek. En daardoor krijg je dus een mooi schilderij. Assad, is het ook een andere techniek als met olieverf? Het is net zo, qua dikte is bijna olieverf, zoals het pigment, ongeveer. Dit is een speciaal doek, dat is met de ondergrond is rijspapier. Dus Assad gaat straks bezig, die gaat daar die crèmes op smeren. Die maakt daar een schilderij van. Eigenlijk is de uitgangspositie de skyline van Ommen, dat is dat schilderij. Dat is onze inspiratie. En uiteindelijk moet dat een soort skyline worden, maar dan met smaken uit het Vechtdal, mediterraans. Dus de uitdaging is ook nog dat al die kleuren, al die smaken ook bij elkaar passen. Dus ik ga straks de taart aansnijden, zo moet je zien. Dus dan maak ik een strook, schep ik eraf, krijg je daar brood bij en dan krijg je een hapje van de schilderij. En dat is het gerecht. En dat is het unieke. Ik denk dat ons concept, want kijk, denk aan een opening. Van een bedrijf. En degene die het organiseert, die wil zijn gevel, een schilderij van. Maar dan een eetbaar schilderij. Dus dan heb je gewoon een schilderij van je zaak. Maar dan snij je hem ook nog aan. En dan kun je hem uitdelen aan de mensen die er zijn, onder een borrel. Dat is toch gaaf? Je kunt het ook zien als een soort workshop. Als je gewoon met een teambuilding. Iedereen krijgt zijn eigen schilderij. En die. Gaat onder begeleiding van Assad, gaat hij een schilderij maken met eetbare dingen. En dan krijg je hem na de tijd krijg je hem in een mooi doosje, krijg je mee. En dan kun je hem laten zien aan je vrouw of man. En dan zeg je van, nou kijk eens, hier, dit heb ik geschilderd. Nou, en dan ga je s'avonds onder genot van brood, eet je hem op. Nou, dat is toch gaaf. Ja. Mooi kunstwerk. De skyline van Ommen. Ik ben zeer tevreden. Jij ook? Ja, kleuren zijn goed intact gebleven. Dus wordt het gewoon gestoeid en gemengd. Maar kreeg wel een mooi resultaat. Volgens mij iedereen als ze dat vinger opsteken, het leek wel op Ommen. De bedoeling was dat het kerkje van Ommen, en als het herkenbaar is, dat de skyline Ommen, dan zijn we tevreden. Ik zeg nog maar één ding, eet smakelijk. Dank u.